De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor-Salim, heeft gisteren een commissie geïnstalleerd die als taak heeft de regels binnen de overheidsadministratie aan te passen. Daarnaast moet de commissie ook nieuwe modellen van bestuursbesluiten vaststellen. De regels die er nu gelden dateren van 1992. In de commissie zitten vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitie en Politie en van het kabinet van de president.